In deze video wil ik een vergelijking gaan maken tussen drie aandelen, de aandelen van Adidas, Puma en Nike. En dit is op verzoek van een van de kijkers. Heb jij nou ook nog aandelen die je graag uitgebreid behandeld ziet worden, of een vergelijking tussen verschillende aandelen? Laat het dan weten via de reacties onder deze video. Gaan we nu beginnen met deze vergelijking. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan dus drie aandelen vergelijken en dat doen we via de website beleggertools.com. Dit is de website die ik heb ontwikkeld voor jou als particuliere belegger om aandelen te ontdekken, te onderzoeken en te waarderen. We hebben op dit moment nog een actie en deze loopt tot aanstaande zondag, zondagavond. En dat betekent dat je 10% korting krijgt op de huidige abonnementen, bijvoorbeeld het pro abonnement 10% korting op of het premium abonnement en Tevens komt er dan dit weekend een update. En tijdens die update worden er nieuwe tools toegevoegd. Maar zullen ook deze prijzen van de jaarabonnementen met 10 euro worden verhoogd. Dus als je nu nog een abonnement afsluit, de actiecode gebruikt, actiecode april 2024, scheelt je dat 17% ten opzichte van de kosten, de prijs die het aanstaande maandag zal zijn. Dus ben je geïnteresseerd, maak dan zeker nog gebruik uh, ja, dit weekend van, die, uh, van dat voordeel. Als we vervolgens zijn ingelogd, gaan we dus in deze video drie aandelen vergelijken. En dat kan als pro-abonnee zijnde kan je gebruik maken van de vergelijkingstool. Um, als we deze aanklikken, zie je dat ik de drie aandelen al heb toegevoegd. Maximaal drie aandelen kun je met elkaar vergelijken. We gaan dus kijken naar Adidas, Puma en Nike. Adidas en Puma, we zien het aan de .de erachter. Dat zijn aandelen genoteerd op de Duitse beurs. Um, de Duitse Cetra beurs, hier zien we het ook, terwijl juist het aandeel van Nike op de New York Stock Exchange staat genoteerd. De koers van de aandelen, 231 dollar of euro voor uh, Adidas, 47 euro voor Puma en Nike is dan in dollars 93 dollar. Deze twee aandelen zijn nu geopend, de Duitse beurs is open. Dit uh, Amerikaanse aandeel zal straks uh, ja, actief verhandeld gaan worden als de Amerikaanse beurs open gaat. Kijken we naar de winst per aandeel, dan zien we een verlies wat betreft winst per aandeel in de laatste vier kwartalen voor Adidas. Een winst van 2 euro voor Puma en een winst van 3,40 euro voor Nike. Zoals je zegt, de verschillende beurzen waarbij Duitse en Amerikaanse beurs is. Kijken we naar de beurswaarde, dan is dat voor Adidas zeg maar 41 miljard. Puma echt een stuk kleiner, een keer of zes kleiner met zo'n 7 miljard en Nike veruit de grootste met 141 miljard. De hoogste koers van Adidas was zo'n 34 dollar bijna euro moet ik wel zeggen in de laatste 52 weken. Dat is eigenlijk de koers die we nu ook bijna zien. We zien het ook het verschil met de top is nog maar 1,15 procent. Dus we zitten hier echt tegen de top aan. Terwijl juist bij de aandelen van Puma en Nike we zien dat de top zo'n 24 tot 28 procent hoger heeft gelegen. Dan de huidige koers. Dus daar zien we duidelijk dat er een andere ander moment een piek is bereikt. Gaan we kijken naar wat ratio's, dan zien we dat de koers-winstverhouding bij Adidas negatief is, omdat ze dus de laatste vier kwartalen geen winst hebben geboekt. Kijken we naar Puma, is dat 23 als multiple en bij Nike zo'n 27,5 als multiple. Price to sales zien we wat verschillen. Puma is daar veruit laagst gewaardeerd, 0,8, gevolgd door 1,9 bij Adidas. 2,7 bij Nike. Kijken we vervolgens naar het dividend. Dan zien we dat alle drie de aandelen dividend uitkeren. Dividend bij Adidas is 70 cent. Oftewel zo'n 0,3% aan dividend yield. Bij Puma is dat 82 cent. Maar we zagen dat daar de koers een stuk lager was. Dus komt het neer op zo'n 1,7%. Bij Nike is het 1,40 dollar. Oftewel 1,5 aan dividend yield. Kijken we naar de payout ratio, dan zien we dat die alleen hier beschikbaar is van Nike. Dat is 40% vanuit de netto winst. En dat deze hier niet beschikbaar is, is omdat de Duitse beurs vaak wat ja, minder data van beschikbaar is. En daardoor op dit moment niet de payout ratio bepaald kan worden. Ik zal even kijken of dat in de toekomst met een update of ik dat wel kan verbeteren. Kijken we naar de free cash flow, zien we wel dat die behoorlijk hoog was. Het aandeel van Adidas en dat ze dus ook makkelijk die 70 cent dividend kunnen uitkeren. Hier zien we geen free cash flow bij Puma of negatief. En bij Nike zien we 4 dollar. En dus ook vanuit de free cash flow kunnen ze die 1,40 dollar aan dividend makkelijk betalen. Kijken we dan naar de uitstaande aandelen. Dan zien we eigenlijk behalve de absolute aantallen waar het hier nog zeg maar rond de 150 tot 180 miljoen gaat. Het juist anderhalf miljard is bij Nike. Maar ik wil vooral gaan kijken naar. Wat is de verhouding eigenlijk de laatste tijd geweest? Hebben ze aandelen uitgegeven of opgekocht? Dan zien we op zich dat over een langere periode Adidas aandelen heeft opgekocht, al is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Kijken we naar Puma, dan zien we dat het eigenlijk een beetje afgelopen jaar een klein beetje is afgenomen, de jaren daarvoor een heel klein beetje is gestegen op jaarbasis. Waarschijnlijk omdat het management dan uh, ja, aandelen ontvangt als vergoeding ook voor hun geleverde diensten. Kijken we uiteindelijk naar Nike, dan zien we afgelopen jaar dat ze bijna 4% van de aandelen hebben opgekocht en dat dit gemiddelde van de laatste 5 jaar zo'n 0,76% is. Dus zij kopen ieder jaar in principe aandelen op, waarbij het laatste jaar dus een behoorlijk wat groter percentage is geweest. Kijken we dan naar de marges, dan beginnen we natuurlijk altijd bij de bruto winstmarge, dan zien we wat die relatief in de buurt ligt bij deze allemaal. Bij Adidas is dat het hoogste met 49%, gevolgd door 46% bij Puma en 44% bij Nike. Dus we zien dat Nike bruto uh, de laagste marge haalt. Gaan we echter terug naar de netto marge. Wat blijft er uiteindelijk over? Zien we dat dit bij Nike 10% is en dat het juist bij de andere een stuk lager is. Hier gaat bijna alle uh, winst weg en we zien dat ook gebeuren dat eigenlijk afgelopen boekjaar daar verlies werd gemaakt. Bij Puma blijft uiteindelijk nog maar 3% over. Operationeel is het hier ook al een stuk lager dan dat we zien bij Nike. Dus dat is een duidelijk verschil. We zien dat Nike wat betreft waardering wat hoger gewaardeerd werd, dat ze winst maakte. En dat zien we hier duidelijk ook terugkomen in de marges waarom dat waarschijnlijk het geval is. Hetzelfde beeld zien we bij de returns. Daar zien we dat eigenlijk voor alle punten de returns bij Nike stukken hoger vaak zijn dan bij de twee andere concurrenten. Zeker als we naar een return on invested capital kijken, een belangrijke metric om te zien het geld dat ze herinvesteren in het bedrijf, levert dat ook echt wat op. Zien we dat dat ver boven de twee andere ligt, waarbij het eigenlijk bij Adidas juist relatief laag is. We willen vaak 10-12% per jaar toch wel zien, dus dat is ongeveer waar Puma aan voldoet. Op zich redelijke cijfers, maar kijken naar Nike zijn de cijfers daar vele malen beter dus. Gaan we dan vervolgens kijken naar wat omzet, winst en free cashflow. Dan zien we de omzet afgelopen jaar bijna gelijk gebleven. En dit wordt dan bekeken op de trailing 12 months, oftewel de vier laatste kwartalen. Dit wordt vergeleken met het jaar daarvoor. Dan zien we eigenlijk dat bij alle drie de bedrijven in de, in de laatste 12 maanden het binnen een procent zit. Hier zien we wat daling, bij de andere twee zien we een kleine stijging. Gaan we echter kijken op de wat langere termijn, dan zien we dat vorig jaar Adidas het boekjaar. Dus uh, omzet zag dalen, uiteindelijk ook verlies leed. Dus dat zien we hier uiteindelijk ook terugkomen. Maar over de langere termijn, op drie jaar, lijkt dat heel weinig veranderd. En kijken op basis van vijf jaar, dan is het zelfs zo dat het per jaar met zo'n 2,4% is afgenomen. Uh, ik denk wel dat deze periode, het jaar, het vijfde jaar in principe, die zien we dan hier niet, dat dat het jaar is voor de coronaperiode. Dat ze in het coronajaar alle drie daar last van hebben, waarbij Adidas wel duidelijk. Meeste last heeft van een omzetdaling van 16%. Dat dat ook minder snel herstelt, zien we hier. Terwijl bijvoorbeeld bij Puma zien we bijna 5% daling en dan een jaar met plus 30 en plus 24. Bij Nike zien we ook zo'n 4% daling, gevolgd door plus 20, dus ze hadden en minder last wat betreft omzetdaling. En vervolgens meer profijt van omzetstijging in de jaren, vergeleken met adidas. Dat zien we ook duidelijk terugkomen in de jaarlijkse cijfers. Gemiddeld bijna 12% in de plus voor de laatste 5 jaar. En bij Nike is dit zo'n bijna 7%. iets lager percentage, maar dit gaat natuurlijk over grotere bedragen als we hier kijken vanuit 37 miljard naar zeg maar 51, 52 miljard dus nu. Kijken we naar de winst, zien we vorig jaar of de laatste 12 maanden een plus van 100%, maar dat is juist omdat bij Adidas vorig boekjaar dus verlies werd geleden, 119 miljoen. Het jaar daarvoor was het nog 250 miljoen. En het jaar daarvoor was het 1,5 miljard. Ook daar zien we wel weer van dat het enorme stijging was, vergeleken met het jaar daarvoor. En ook hier kunnen we het opmaken dat het jaar voor corona het juist een stuk beter ging. Um, dat zien we ook. Dit was een daling van 80%. Dus een heel volatiel aandeel wat betreft winstgevendheid. En vandaar omdat we deze periode gaan vergelijken met een negatief bedrag. Um, ja. Of we dit jaar, zo moet ik zeggen, vorig boekjaar gaan vergelijken, dat is negatief. Komt hier ook een negatief getal uit? Kijken bij Puma, zien we ook wel wat grote schommelingen. En dat is eigenlijk ook het geval bij Nike. Dat is duidelijk toe te schrijven aan de coronacrisis. Dat in het jaar van de coronacrisis omzet min 40, min 50 procent gaat. Het jaar daarop erg stijgt. En zeg ik omzet bedoel in dit geval natuurlijk winst. Kijk op de lange termijn. Groeit de winst met zo'n 3,8% per jaar bij Puma. En 5,9% per jaar bij Nike. Uiteindelijk dan nog de free cashflow, ook altijd erg belangrijk, zien we dat daar op de lange termijn een daling is van 1,3% bij Adidas. Ik denk misschien wel weer gedreven door de coronacrisis. Bij Puma zien we een daling van 5,6%. Bij Nike zien we wel een stijging van bijna een half procent op jaarbasis. Maar dit is uiteindelijk ook een. Een Veel lager percentage dan ik zou verwachten. Zeker aangezien de, je de winst en de omzet al harder ziet stijgen in die periode. Prijs de free cashflow: dan zien we hier een 15 bij Adidas, een uh, 22, 23 bij Nike en een 0 bij Puma, omdat daar geen free cashflow uh, was op dit moment. dat niet berekend werd. Gaan we vervolgens naar de schulden, en dat ziet er op zich best goed uit voor alle bedrijven. We gaan kijken op de korte termijn of op de lange termijn. En we zien het eigenlijk al. De current ratio bij al deze bedrijven ligt boven de 1, oftewel hun huidige bezittingen zijn eigenlijk groter dan hun huidige korte termijn schulden. Soms zien we een 1,26 zoals bij Adidas, dat is al prima. Een 1,56, dat is al een stuk beter bij Puma en een 2,7 is vele malen beter bij Nike. Dus ze doen ook daar scoren ze erg goed op. En op de lange termijn is het ongeveer hetzelfde beeld. We zien Nike met 1,62. Poem hebben bijna 1,7. En Adidas met 1,4. Kijken dan vervolgens naar de koers en wat analisten verwachten. Nou, we zien het al, de koersen zien we hier staan. Maar koersdoelen zijn wederom voor de Duitse aandelen niet beschikbaar. Daarom is het verschil hier 100%, omdat we geen data krijgen voor het gemiddelde koersdoel. Bij Nike is dat wel het geval. Analisten gaan gemiddeld uit van een koersdoel van 125, wat zou zeggen. Een 34% upside vanuit die huidige koers. Kijken we wel naar de adviezen in het algemeen. Dan zien we wel dat Nike een strong buy is. 5 uit 5 als score. De andere twee aandelen hebben een 4 uit 5 als score. En krijgen dus een koopadvies vanuit analisten. Als we dan nog uiteindelijk naar beneden scrollen voor een overzicht. Zien we eigenlijk uh, de meeste groene punten denk ik uh, bij Nike. Of in ieder geval ook op de belangrijkste punten. Waar scoort Nike bijvoorbeeld niet op? Dat is een beetje op de waardering, is wat hoger gewaardeerd, maar dat is juist ook toe te schrijven eigenlijk, voornamelijk vanwege de winstgevendheid. Daar zien we dat Nike ook het enige bedrijf is dat in principe punten scoort en punten scoort wil dan zeggen een netto winst hoger dan 10%, return on invested capital hoger dan 12%, return on equity hoger dan 20% en return on assets boven de 5% en Nike is dus het enige bedrijf van deze drie dat überhaupt punten scoort op die winstgevendheid. Wat betreft beloning van aandeelhouders scoren ze overal wel wat punten. Laat hier misschien de dividend yield bij Adidas een beetje liggen. Zien we dat de aankoop van eigen aandelen bij Puma niet het geval is op de lange termijn. Dat ze juist een klein beetje aandelen uitgeven. Al is 0,06% per jaar ook nog niet heel erg. Kijken we naar de groei van de omzet. Dan zien we eigenlijk alleen bij Puma en Nike groei op de lange termijn. En dat is juist een omzetdaling wat betreft Adidas. En dat is in ieder geval in de laatste vijf jaar. Waarbij dit soort bedrijven natuurlijk eerst hard getroffen werden. En vervolgens volop profiteerden. Omdat mensen juist naderhand veel sportspullen kochten. Om juist zelf dan maar te trainen als het niet in groepsverband mocht, of binnen mocht, bijvoorbeeld. Dus, uh, dit is misschien een momentopname, maar dit is wel een momentopname van alle drie deze bedrijven, die in principe allemaal ook wel in dezelfde sector actief zijn. En daarom is het vaak zo interessant om ook aandelen binnen de sector met elkaar te vergelijken. Maar tot zover, dus de vergelijking tussen deze drie aandelen: Adidas, Puma en Nike. Ik denk dat Nike uh, de favoriet is van beleggers. Dat zien we in ieder geval aan de waardering van het aandeel, maar dat het ook on te onderbouwen is. Door de omzetgroei en zeker de winstgevendheid van dit bedrijf ten opzichte van die twee concurrenten. Laat vooral ook weten wat jij denkt van deze drie bedrijven. En of je nog een aandeel hebt wat je los behandeld wilt zien worden. Of in een vergelijking met andere aandelen. Laat het weten via de reacties onder deze video. Maak ook zeker nog gebruik van de kortingscode APRIL2024. Als je geïnteresseerd bent in een abonnement op Belegger Tools. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog en vergeet ook niet te abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.